Hans! Lepel. Liken, delen, abonneren! Lekker jongen! Dag mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Sorry, vorige week heb ik geen vlog opgegooid, want het was paasweekend. Nee, er waren wel veel wedstrijden, maar ik kon er zelf niet bij zijn. Vandaar dat ik niet gevlogd heb. Maar vandaag is het weer woensdag en we gaan lekker trainen. Het is druk op de club, er zijn allemaal wedstrijden gaande hier. En kijk, Luc staat ook bij mij van het eerste elftal. En de trainer van de E2 is er ook. En wij gaan zo trainen. En dan zaterdag hebben we geen wedstrijd, want het is nog inhaalweekend. Dus we hebben een relaxed training vandaag en ik zie je straks weer. Boys, hoe is het dan? Ja? Heb je zo'n wedstrijd? Ja. Wat zeg je? We hebben zo'n wedstrijd. Tegen wie? D2. Oh echt? En jullie zijn? E1. Ja, E1 en E2. En dan moeten jullie tegen de D2? Ja. Gaan jullie wel winnen? Ja. En wat zeggen we dan? Ik deel ook een keer. Lekker boys. Succes straks, hè? Ja, dankjewel. Hansi. Hey. Hans, waarom is hij zo druk dan? Oh, dat was iets met een scheidsrechtercursus. Dat is een wedstrijd E1. Tegen de D2, dan moet een scheidsrechter, ik denk dat hij gaat oefenen. Ja. Daar heeft Luc Fleurs gekregen van het eerste. Ja. En daar is een inhaalwedstrijdje van de E4 tegen Vorgedoor. Oh, oké. Ja. En dan heb ik nog drie trainingen. Eén van C3. Achterop en B1 en B2 hebben jullie daar op het hoogveld. Ja. En daarom is het druk van woensdag. Glazen op sterkte. Lekker, zie je dat? Hans. je bent zonder bril wel veel knapper, Hans. Ja, dat alle, maakt niks uit. Alle vrouwen hier vinden wij met bril, zonder bril. Zijn ze heel alsnog knap, hè? Heel sexy. Ja, daar hebben ze helemaal gelijk in. Ja, er wordt al gedanst hier. Dit is Hans. Ja, en inmiddels zit ik in de kleedkamer. Ik ga zo trainen. Nou, ik zit wel te lachen en te doen, maar eigenlijk ben ik helemaal niet zo vrolijk. Want we hebben een hele slechte trainingsopkomst vandaag. Veel jongens die zich hebben afgemeld. Of een aantal jongens die op werkweek zijn. Nee, dat snap ik dan nog wel. En Luca, die al weken is. Luca, als je dit hoort, kom me trainen jij, jongen. Maar gelukkig hebben we zaterdag geen wedstrijd, dat scheelt. We hebben nog twee competitiewedstrijden te gaan. Nou ja, zoals jullie weten, moeten we misschien na een competitie voor degradatie spelen. En, we staan nu op nummer 10 en de nummer 9 staat 1 punt voor ons. Nou, als we als 9e eindigen, zijn we veilig. Dus we moeten de laatste twee wedstrijden alles geven om die na een competitie voor degradatie te ontlopen. Dus daarom is het ook wel fijn als je gewoon lekker kan trainen met de boys. Maar goed, weet je, dat krijg je dan met die knapen. Vooral als er zaterdag geen wedstrijd is, gaan ze makkelijk afmelden of wat dan ook. Maar goed, het is niet anders. Je moet ermee leren leven en je doet er niks aan. En ik zeg, tjoe. Hallo Tom. Ja, je moet op gras. Ze zijn helemaal teleurgesteld dat ze op gras moeten. Tom, vind jij dat ook erg? Maar maakt me niet zo leuk. Kijk, dat dacht ik. Tom boeit daar niet zoveel, hè? Nee, Tom, geloof ik. Tom vindt dat helemaal niet erg. We gaan met B2 samen trainen, jongens. B2? B2. We hebben... maar 7 man vandaag, dus gaan we met de B2 samen trainen. Wat gaan we zaterdag doen dan? Zaterdag? Ja, we kunnen speedsoccer als jullie willen. Maar heb ik jullie vorige week ook gevraagd en niemand gaf antwoord. Dus ik ga niet meer allemaal dingen voor jullie lopen te regelen, jongens, als er niks van jullie kant uitkomt. Donnie is echt een mooi boy, hè. Kijk, de haartjes, vette jas, met bont kraagje, kapseltje, fresh. Nice wat, Donnie, hè? Komt hij aan, ingepakt, D'Angelo. Hoe is het, hè? Beste, wat jou? Ja, goed, jongen. Lekker trainen? We gaan zo met B2, hè? Op gras. Het is nooit zo lekker, man. Nee, dat is niet zo fijn, hè? Dat vinden jullie helemaal niet leuk, hè, met de B2 trainen. En waarom zeg je nou meteen op gras dan, Furkan? Is dat zo erger, hè, op gras? Je moet op gras. Ja? Kijk, Toenjai belt. Waarom, weet ik niet. Silo! Nou, Silo! Hoe is dat, jongen? Met jullie? Ja, goed, de boys zitten en we gaan zo trainen. Hallo Toenjai. Hallo mensen. Barça 4-0, hè? Nooit. Jawel, man. Tuurlijk wel, 4-0. Barça, hoeveel dan niet? Hoeveel Barça vanavond? Tegen wie? Ja, man. Tom, hoeveel? Hoeveel? Voor Barça, dus ze gaan net niet redden. Ik denk 1-1. Maar ik geloof niet. Kan niet gezien. Koen? Tegen Juve 1-1 denk ik ook. Hou op, man. Hey, ik hoor net van de jongens dat ze op school worden herkend. Van de vlag. Je wordt herkend op school? Ja, we beginnen langzaam in de buurt een beetje namensbekendheid te krijgen met oervoetbalvlags. Of niet, Ray? Hè? Wat verdomme, man. Het is wel een beetje leuk dan dat je herkend wordt, of niks aan? Dat is gewoon normaal.
Hassan. Nou, kom op jongens, we gaan naar buiten. Ja, jij zelf, wat heb je gekookt dan? Lekker man. Jongens, wat doen jullie hier dan? Scheidsrechter, jongen. En jullie willen scheidsrechter worden, of niet? Ja. Hè? Ja. Hoe kan dat dan? Ja. Imar, jij niet? Ja, waarom doe je eraan mee dan? Of een stage? Van school? Ik volg jouw vlogs. Ja, volg je ze? Heb je ze ook geabonneerd of niet? Iemand jij dan? Hé, hey, ik zet die melding aan. Wat zeg je? Ik heb die melding aanstaan. Ja, klasse boys. Wat zeggen we dan? Hey, ciao. Hey, Benno, hoeveel biertjes drinkt Hans hier in de kantine dan altijd? Oh, toen maar 10, 12. 10, 12? Echt niet, Hans. Hoe ik het lager? Echt waar? Ja. Benno, jij dan, terwijl je achter de bar staat? 16 of niet? Ja, minimaal. 16 ongeveer. Ja? Ja. Yo mensen, het is weer donderdag, maar ik zit in de auto met mijn kleine neefje, Oelash. Ja, Oelash, vertel de mensen dus waar we naartoe gaan. Buurtje. Ja, wat gaan we daar doen dan? Voetballen. Nee, wij zijn nu onderweg naar Buurtje dus met Oelash samen. Oelash heeft een wedstrijd en die wil daar, die wil daar 3 punten pakken, of niet Oelash? Of sta je wissel? Weet ik niet, ik ga maar een trainen. Dus het is nu 6:15 en Oelash moest 6:15 aanwezig zijn, want zijn wedstrijd begint om 6:30, dus we zijn al flink te laat. En dan kom je door mij, Oelash. Ja, ik kom te laat. Nee, hij is te laat door mij, ik heb hem iets te laat opgehaald, sorry jongen. Normaal gesproken, als speler bij mij te laat komt, is hij ook wissel, dus ik denk dat hij ook wissel staat. Ik weet het wel zeker. Ja, zit je training ook gelijk wissel, als jullie te laat zijn? Ja. Ja? Welke positie speel je dan? Verdedigende middenvelder. Echt? Oeh, je bent nummer 6. Waar ben je goed in dan? Ik ben nummer 10. Een verdedigende middenvelder is 6, vriend. Een 10 is aanvallend. Maar ik ben van middenveld naar. Ik ben van CAM naar CVM gegaan. Ja? Oh, je praat FIFA-taal, CVM en zo. Ja. Of doet jouw trainer dat met jou? Nee. Hey, maar sta je basis, denk je, of niet? Nee. Nee? Normaal. Dus we zijn gewoon van niks eigenlijk zo snel gekomen. Ja, maar ik moet toch meedoen met Warren. Ja, redden dat, maar je bent al aangekleed. Nou, kom op dan. Ja, wij zijn aangekomen bij Buurse, we lopen er nu heen. Kijk, hij loopt hier op straat en kijk, zijn elftal loopt toch gewoon warm, hè? Zie je dat, Oelash? Boeit me echt niet. Boeit jou niet, hè? Wat boeit die wat boeit jullie tegenwoordig? Boeit afspraak. Jullie tegenwoordig helemaal niks? Wat heb je? Afspraak. Opschieten, jongen, rennen, sloop al warm. Veld op, schiet op, jongen. Ren, harde, Oelash, harde, schiet op, ik meen dat. Harde, ga snel naar jou trainen, zeg maar sorry. En hij loopt nu pas het veld op. Schiet op, jongen. Ga warm lopen, Oelash. Hey. Met je nummer 10. Je hebt gewoon nummer 17, hè. 10 zegt hij. Oh ja. Het koud, man. Ja, man, frisjes, jongens, frisjes. Zoon van Moor speelt hier ook. Safran, waar is die? Safran, waar staat hij? Hier, nummer 14. 14, Kruifje. Kruif. Hoe staan? Wat? Alles goed? Ja. Sta je wissel? Ja. Hoe kan dat, man? Ik ben niet op training geweest. Ben je op training geweest? Hoe kan dat? Mag je niet van je vader? Ik leer van mijn eindtoets. Klasse, joh. Heb je voldoende gehaald, hè? Heb je nog niet teruggekregen? Nee. Maar je denkt dat je wel voldoende hebt, hè? En tweede helft helpt de hat-trick? Nee. Jawel, man. Hey, een beetje vertrouwen in jezelf, hè? Nee. Succes straks, hè? Hey. Hoi. Hallo, jongen. Ik ben de neefje van hem. Echt waar? Wat doe jij hier dan? Ik kijk. Echt waar? Ja. Ga je jeugd als ze scoren? Ja. Maak je een salto, of kun je dat niet? Nee. Waar ga je heen? Hey. Is dat wissel? Is dat ook wissel? Hij heeft mij gewoon meegenomen om naar iemand te kijken die op de bank zit. Ongelooflijk dit. Ja, ja, hij komt erin. Kom op, hè. Kijk eens, vreemd. Kom maar, ja, daar gaat hij. Nou, ik ben benieuwd of hij die had van bak, onze grote vriend. Pak die ballen eens op, jongens. Oh, lekker Oelash. Hij kan best wel voetballen, of niet? Lekker, we gaan wel ballen. 2-0. Kijk hem! Hij staat er ook nog uit. Hey. Vrolijke ouders hier langs de lijn. Heel eerlijk, ik had hem echt lang niet zien voetballen, maar het ziet er goed uit wat die jongen doet. Toch niet van niks gekomen. Lekkere bal, jongen. Oh, wat een steekpaas. 3-0.
Die ouders zijn nog gekker als die spelen. Hey. De wave voor de camera, even allemaal. Hij is gek. Hey. Ja, kijk dan. En de tweede helft is begonnen. Oeler staat helemaal aan de andere kant. Oeh. 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 Ja, en dat was het weer. Het zit erop. Hoeveel heb je gemaakt? Hoeveel is geworden? 5-2? Heb je gescoord? Nee, hè? Maar ik zag wel een paar goede. Ik had niet verwacht. Maar hij is best goed eigenlijk. Een paar goede acties, een paar goede passes. Lekker hoor, hè? Nou, zaterdag gaan wij. Dit was even een wedstrijdje met Oelash. Zaterdag gaan wij speedsocceren met de jongens van Sportclub Enschede. We hebben geen wedstrijd, vrij weekend. Dus gaan wij lekker even indoor een potje ballen. Oelash, en hoe sluiten we dan weer af, jongen? Abonneren. Blauw duimpje omhoog. En? Show. Show. Ja, ja, vandaag gaan we speedsocceren hier. Ik ga niet naar binnen, de jongens zijn al binnen als het goed is. Ik zie jullie dadelijk. Show. Ja, en we zijn begonnen met speedsoccer. Het is best wel gaaf eigenlijk. Ze hebben hier twee veldjes. Best wel lijp. Lange is helemaal op. Met een potje erop zitten. Het is best wel zwaar dit hoor. Kijk. Wat je mooi is, de bal kan niet uitgaan. Je hebt overal een net aan de zijkanten. Dus je kunt lekker doorvoetballen de hele tijd. Nou, en de jongens gaan tot de 3. En de winnaar blijft elke keer staan. Het team van Bram, Mart en Koen die winnen de hele tijd. Zeggen ze. Oh, lekkere goal, Bram. Dit is de buitenkant. Het is gewoon indoor, is best wel groot eigenlijk. En daar kan ik drinken halen. Even wat drinken halen voor de jongens. Hallo. Ja, jongens. Weet jullie dat nog niet? Oer voetbalvlogs. Ja, OER voetbalvlogs. Ga maar even op straat zijn. Oh. Oh, lekker Brian. Ah, en ik ben met Luca binnen drinken halen, die moet wel straf mee. Hoeveel weken heb je niet getraind dan? Maar het is wel leuk dat hij er eindelijk weer is. Ja mevrouw, ik heb het. En even kijken, nog een colaatje erbij van mijzelf. Kijk, dan hebben we 13 drankjes. Jawel, je komt op de vlog. Luca, moet ik je deur open doen? Voor je? Nee joh, natuurlijk niet. Even naar je teamgenoten brengen, kerel. Kijk. Ja. Wil je jou Insta promoten, Luca? Ik vind het jou nagestreven. Moet ze jou allemaal toevoegen? Ik wil je DM sturen ook. Alleen als ze heel mooi zijn, toch? Dat is niet aan 40 jaar. Mensen die dit horen op zich halen. Zit er een paard skateboard hier, kijk dat meisje dan. Yo! Zie ik zo flippen. Ja, en dat was het weer. We zijn klaar met speedsocceren. Tjoe! Tjoe. Het is weer zondag, vandaag is de derby van Sportclub Enschede tegen Vogido. Kijk, Furkan staat naast me, hoe is het, jongen? Goed met jou. Kijk, Furkan heeft de afgelopen weken met eerste mee getraind en dat heeft hij zo goed gedaan dat Paul Krabbe mij gisteren belde en vroeg of Furkan mee wilde doen en Reangelo ook, maar die moest werken. Dus Furkan die gaat vandaag op de bank zitten en hopelijk debuteren, hè? Ja, ik hoop het. Mijn trainer Paul Krabbe heeft mij daarmee echt gemotiveerd. En ik hoop dat ik mijn debuut vandaag ga maken bij het eerste van Sportclub Enschede. Dus afwachten. Als hij erin komt gaan we natuurlijk vloggen. Wat zeggen we dan, Furkan? Ciao. Ciao. We hebben bij Sportclub Enschede, volg je door. Tussenstand 2-0, vijfde minuut. Dave voor? Van Molen. Voor wie? Je zegt 2-0. Sportclub. God, jammer zo oliebal. Wat is dat dan, joh? Hey. Gauw. Patrick stookt de boel hier. Weer de paal, weer de paal. Oei. Oei. De tweede helft is begonnen, Patrick. Introduceer je de tweede helft even. Hé, het is cool. Zo'n fanatieke meneer staat er ook. Kijk, en daar staat Hans helemaal aan de overkant. Onze vlaggen nog. Hij loopt daar. Rampo die staat hier, maar waar is Isabi? Isabi staat daar ook.
Wacht even. Isa weer. Oh, weer! Ja, daar gaat hij. Je moet warm lopen, onze Furkan. Die is hier. Die ja, een beetje vlak. Hij moet normaal. Volleybal. Nee. Ja, zeker. Ja, ik ben wel. Ja, ik goeie bal. Tijd. Luk. Van Chris, twee winst. Lekker hè? Klasse jongen. Ja, gefeliciteerd Furkan, jammer, geen debuut. Volgende keer beter jongen. Goed, de wedstrijd zit erop met 2-1 gewonnen. Ik ga nu weer lekker naar huis heen. Ik zeg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En ciao, we zien. Ciao. Isabi, wat vond je van de wedstrijd? Vandaag slecht, alle twee slecht. Ja hè? De sportclub geluk gewonnen hè? Geluk, ja, hè? Wel maar slecht. Jammer van Furkan dat hij niet is ingevallen hè? Hij heeft wel warm gelopen. Ik dacht misschien komt er. Jammer, waarom is alleen warm loopt dan? Ja, maar volgende keer beter, hij is nog jong. Denk ik volgende week. Ja, ik hoop dat hij weer gaat trainen. Misschien mag hij weer meedoen, toch? Alsjeblieft. Goed, succes. Wat zeggen we dan, Isabe? Gezondheid in, tijd slaap, tijd wakker. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. Ciao.